allemaal, mijn naam is Tobias. En ik ben Bram. En welkom bij een nieuwe TNT Cannon Challenge met een idee van een kijker. We hebben een idee van een kijker geplukt wat al meerdere keren gecomment is. Dus, het idee is, let op Bram, je schiet twee kogels de lucht in en in de lucht ontploft één kogel en die schiet die andere kogel zo ver mogelijk hierheen. En wie het verste schiet, die wint. Heb je? Eazee. Huh? Maar je mag maar twee kogels de lucht in schieten, dus je moet niet een gordijn van kogels lanceren. Dit is mijn terrein. Het is jouw terrein? Oké. Succes met jouw terrein. Ik denk ook wel dat ik een redelijke kans heb, hoor. Maar, ja. Ik zit te denken terwijl ik aan het bouwen ben. Dat kan niet. Nee, kan niet. Moet zo. Ja, ik weet het niet ook. Hoe heb jij hem dan? Hoe heb jij gedaan? Zo. In je bed. Zo, kijk. Jij praktisch het fucking zelfde ontwerp als ik. Nee, je hebt het verkeerd ontwerp. Het van jou gaat niet werken. Hoezo gaat die van mij niet werken? Dit veel beter werkt. Oh. Ik dacht je probeert me te helpen van het gaat niet werken, want dit en dit. Nee, dit werkt veel beter, ik win. Zegt degene met het IQ van een pinda. Nee, dit. Dus je hebt wat tegen pinda's? Nou, op zich. Ik ben allergisch voor pinda's. Ik ben allergisch voor pinda's. Nee, ik ben niet allergisch. Ben je ergens allergisch voor? Nee, niet dat ik weet. Ik ook niet. Lijkt me kut. Nergens voor. Je zou maar allergisch zijn voor chocola of iets, weet je wel. Oh, of. Er zijn mensen die zijn allergisch voor melk of zo. Ik weet er ook bijna niks. Boycorts of zo, allergisch voor gas. Ik ken iemand die heeft een glutenallergie. Die kan helemaal niks eten. Helemaal niks eten, dat zeg ik verkeerd. Die kan alles waar gluten in zit, nou dat is praktisch alles, kan die niet eten. Dat is pretty fucked up. En dan baal je toch ook dat. Maar het is ook gewoon zoveel wat hij niet kan eten. Niet normaal. Ja, dat. Dan moet je ook bij die koekjes en alles kijken. Dan heb je de glutenvrije schap. Kan een brood eten eigenlijk? Ik weet niet of dat gluten is. Dan heb je glutenvrij brood. Ja, maar zijn dat van die, een soort van die tarwe dingen ofzo? Geen idee, het ziet er ranzig uit. En het zal ook niet veel beter smaken. Al kunnen glutenvrije knakworsten nog wel. Zit er gluten in knakworsten? Ja, overal zit er gluten in, heb ik het gevoel. Voor die persoon is het echt zwaar, fuck dat. Ja, dan baal je. Overal gluten. Oké, ik ga hem testen. Klaar? Ja, ik ook. Ik heb hem nog niet automatisch. Destruction, go ahead! Thunderbirds are go. At least you tried. Thunderbirds are no go no more. ik heb tenminste wel weer veel TNT bij me. Dat is een voordeel. Kut, ik ben vergeten de levers aan te sluiten. Je hebt het gewoon hetzelfde ontwerp als ik, of niet? Maar je hebt het beter over nagedacht. Ah, jammer dat hij niet verder viel. Dat is jammer. Ik had echt wel een... Ah, misschien valt hij naar de aarde en blaast hij jouw kanon op? Nee, helaas niet. Eerlijk, het ontwerp klopt gewoon. Ja, er is één verschil in. Die van mij werkt, die van jou ook niet. Ja, maar die van mij gaat werken. Die van jou niet. Dat is het verschil ook. Ik ken ook nog een grap. Welke dan? Die van jou werkt, want die is al oud. Die grap hebben we al gehoord. En, stop it! We hebben de stemmen geteld van de vorige aflevering. Van wie maakt de beste trap. Ja, je hebt gewoon al... Ja, en, ik had iedereen gewonnen. Ook al heb ik ze omgekocht, dat doet er niet toe. Ik heb gewonnen. Ja, Turbo zei net nog, ik heb vies betaald en reacties verwijderd. Ja, reacties verwijderd, daar kan ik nog wel eerlijk in zijn. Oh. Ja, daar heb ik, maar nee. Busted. Oké, hier gaat die. Meer kracht! Waarom vliegen ze niet even hoog? Wat? Waarom? Dat is toch niet logisch?
De een vliegt minder hoog. Waarom? Is dat hierom, dat dat blokje er niet was? Je moet wel de timing tussen die twee anders hebben, Bram. Volgens mij ontploffen ze bij jou gewoon allebei in de lucht. Nee, er zit wel timing in. Alleen geen goede. En dat is waarom ik win. Ze ontploffen sowieso in de lucht, lijkt me. Je ziet er gewoon... Ja, hij schiet er gewoon bij allebei heeft hij drie lading. Als ik nou dit vervang de lading, dan gebruik ik precies dezelfde lading als het goed is. In theorie zouden ze dan dezelfde lading moeten gebruiken. Zo. En dan hop, en dan hop, en dan aansteken. Yay, gunpowder. Nou, het zag er best wel veelbelovend uit. Kijk hè, moet je opletten. Eén wordt gewoon weggeschoten. Je moet opletten, de een gaat veel harder dan de ander. Nu waarschijnlijk meer. Zie je dat? Waarom? Ja. Waarom is dat? Help me. Je hebt hetzelfde probleem. De een gaat hoger dan de ander, hè? Ja. Als ik dat van de loop afhaal, al wel, zorg wel dat ze preciezer zijn. Ik zit even te denken. Wacht, zei ik dat nou? Minder kracht? Sorry. Waar ben ik mee bezig? Waar zijn mijn manieren? Maar toch ga ik het doen. Ik ga gewoon de helft van mijn kracht weghalen. Of meer dan de helft. Fuck it. Kijk. Kijk hè, kijk. Oh, nice! Kijk hè. Hij is nog niet helemaal af, maar toch. Ik heb mijn opgeblazen. Is het hier? Ah, net gingen ze tegelijk. Ja, ik moet ook iets aan het zoeken waardoor ze tegelijk gaan, maar ik heb het nog niet gevonden. Mijn zoektocht wil ik nog niet over. Maar ik zal iets vinden waardoor ze gelijk gaan. Hoe dan ook. Ja, kijk, nu gaan ze gelijk, maar dan ontploft ze ook op dezelfde hoogte. Ze ontploft ze ook bijna tegelijk. Zou het daarmee te maken hebben? Dat hoe lang ze de timing hebben, hoe laat ze ontploffen? Zou dat het zijn? Ik heb geen idee. Dat ze dan minder hoog vliegen of zo. Ik weet niet, want het lijkt er wel op. Ik dit nog eens proberen. Oh, misschien moet ik ladders erbij doen. Roeps. Zet daar handig. Roepsie. Ik kom dit nog een keer. En aan. Ignite. Oh, hier mist ook wat repeaters. Misschien dat ik om. Klein probleem. Nog een poging. Ja, ik zag zowaar een beweging bij mij. Hij ging niet ver, maar je moet me opletten. Hij ziet moet je even kijken. Ik zie een beweging. Ja? Moet je heel goed kijken. Waarschijnlijk zou je het wel niet zien. Ja, nee, is fout. Ah nee, nu ging hij niet. Ik zie geen beweging. Net wel. Even testen hoor. Of als je ze tegelijk laat ontploffen, ze dan wel even overvliegen. Nee, ook niet. Het is gewoon compleet random hoe hard ze gaan volgens mij ofzo. Of je kunt TNT niet precies genoeg laten ontploffen. Dat het een TNT's... klein detail is. Hebben die net iets anders licht ofzo. Mis ik hier. Oh, weer een repeater. Dit moet even afgezet worden met Bedrock. Ik heb echt geen idee wat het nou is dat mijn kanon wel of niet werkt. Heb jij al ergens achter kunnen komen? Nou, ik weet alleen dat de ene kogel gewoon flink de lucht in schiet, volgens mij die andere. Welke schiet er bij jou te hoog? De achterste of de voorste? De voorste. En is het altijd dezelfde die te hard gaat? Ja. Dan wil ik ook even kijken of bij mij de achterste of de voorste is. De achterste. Doe nog eens? Oké, komt-ie.
Nu is het de voorste. Denk niet achter. Ja, kijk, weer de achterste. Bij mij is het andersom. Die het kortste is. Ja, Eeuw, zag je dat? Ja. Ja, maar dat was ook gewoon stom geluk. Nee. Ik heb hem goed afgesteld. Kijk, dus 1 op de 3 gaat hij zo. Kijk hier weer. Ja, die van mij was ook verder nu. Ja, maar die van jou ontploft in je eigen ding zo'n beetje. Ja, maar hij gaat wel verder. Kijk, let op. Ja, hij is kapot. Ja, maar ik ben wel de enige die gras heeft gemold. Ik heb een ontwerp dat waarschijnlijk gaat werken. Als ik er een beetje meer kracht in pomp. Kijk, daarom werkt het niet. Niet genoeg kracht. Meer kracht erin pompen en het wordt beter. Ik kan ook van die mongole dingen erop maken, zoals jou zo'n... Verkeerde. Zoals? Wat voor mongole ding? Dat, Zelf een mongool. Au. Take that. Jouw kanon ziet er tot nu toe wel beter uit, moet ik zeggen. Alhoewel, nee, ik heb hem niet van die kant gezien. Laat maar. Never mind. Meer repeaters. Ja, hoe meer repeaters, hoe harder die gaat. Ja, dat is zo. Serieus? Of is dat grap? Hoe harder die de lucht in gaat. Ja? Is dat zo? Even serieus? Wat? Bij mij, weet niet, bij mij, als ik meer repeaters heb, dan komt die hoger. En dan kan je natuurlijk langer doorstromen. Komt-ie. Oh, wacht, hier moet ook een ladder staan. Die is ook opgeblazen. Kijk, hij schiet wel die kant op, maar hij schiet zo ver dat hij niet uit de grond meer kan raken. Ja, misschien moet daar iets meer timing in. Staat je running distance hoog? Ja. Komt eerst die van mij, oké? Je laat ze gewoon hier in het kanon ontploffen. Wat? Je laat ze... Nee! Doe nog eens. En dat was dus ook mijn plan, gewoon ze gelijk te laten ontploffen, alleen bij jou werkt het wel. Daar ben ik al best lang mee bezig. Het duurt best lang voor het eindelijk werkt. Ik wou ze echt gewoon nog hoog in de lucht laten ontploffen, ik was met alles aan het experimenteren. Ja, dat probeerde ik ook, maar ik kwam daar heel snel achter dat het niet werkte. Deze gaat nu wel echt aanzienlijk harder. Die eruit. Ja, deze kan ook korter, joh. Zo. Oh, no problem. Ik heb jouw kanon even gemaakt, hè. Je hebt hem even gefixt. Dank u. Dan moet ik hem alleen nog beter maken dan die van jou. Dat deze wel een afdruk achterlaat. Ah, net niet. Ja, volgens mij komt die van mij toch verder nu. Schiet ze af, allebei? Ga ik hier scheidslijnen, oké? Gaan we kijken welke het verf schiet. Die wint. Wacht, ik ga hem eerst een keer. Ik probeer hem eerst nog een keer aan te passen. Dit is even een testje. Nee, steek af, dan kan ik winnen. Oké, dat had niet het gewenste effect, denk ik. Ja, nou, hij heeft een afdruk. Komt die van mij, hè? Let op. Oh, wacht, hij heeft hem net opgeblazen, die van mezelf. Oké, nou is het verloren, ik win. Ja, schoen met jou. Bedankt voor het kijken allemaal en hopelijk tot de volgende keer. Wat? Nee. Niks. Komt die van mij nog? Let op, hè, let op. Let op deze sublieme kracht. Die van mij komt verder, hoor. Die van mij zou helemaal daar naar de grond vallen. Echt niet? Die van mij was verder. Nee, die van mij valt helemaal nog daar naar de grond. Echt niet? Kijk die van mij dan ook. Ik heb scheidslijnen van een 4. Ja, maar jouw scheidslijnen ken ik. Tot hier was die van mij. Doe nou eens die van jou. Nee, die van jou was hier. Ja, maar die zou veel verder komen omdat die hoger is. Oké, weet je welke? We doen wie de verste afdruk maakt, ja? Nee. Ja, we doen wie de verste afdruk maakt. Ik vind dat de kijkers mogen stemmen.
Ja, nee, dat is altijd jouw tactiek. Ja, maar ik moet gaan. De tijd zit erop en ik moet weg. Ja, dan moet je opgeven. Nee, ik geef nooit op. Ik speel wel vals. Ja, de tijd zit erop. Jullie mogen stemmen. Volgende keer gaan we even kijken wie volgens jullie het beste kanon heeft gebouwd. Ik natuurlijk. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken allemaal. En hopelijk tot de volgende keer.